Ja, 2 weken geleden dreigden Amsterdamse politiemannen bij de ontruiming van een kraakpand te moeten bekopen met de dood door een levensgevaarlijke booby trap geplaatst onder het dak van het pand. En dit weekend zijn bij een ontruiming weer 4 krakers aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Aan tafel de man die in de jaren 80 alle grote ontruimingsacties hier in de hoofdstad heeft geleid. Oud-hoofdcommissaris van politie Joop van Riessen. Welkom. Hallo. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling eigenlijk? Want het wordt weer grimmiger in de stad. Het is niet mis wat er de laatste tijd gebeurt. Nou, laat ik zeggen, het is, misschien is dat het handigste aan te geven. Het is dom van krakers om het zo te doen. Om booby traps te gaan neerzetten of andere dingen waardoor een dak bij wijze van spreken omlaag komt. Dat is, als je het nou kraakt om de leegstand te bestrijden of andere dingen, dan moet je dit soort dingen niet uithalen. Want dan gaat de politiek roepen dat het afgelopen moet zijn. En dat is eigenlijk jammer. Want kraken op zich, het is misschien raar dat ik het zeg, heeft wel een functie. Maar doe het dan niet op die manier. Hè? Want dat kan dus niet, want dan pleeg je poging tot doodslag, poging tot moord. En dat kun je dienders niet aandoen, want dan gaat het dus mis. Ja. Dan word je eruit geslagen of dan gaat het dus helemaal mis. Dan wordt de politie echt kwaad? Dan wordt het echt kwaad, ja. Dus ik zou zeggen tegen de krakers, hou je verstand erbij. En dan loop je nog de kans dat in ieder geval de politiek weer wat rustiger wordt en dat je in ieder geval de functie van kraken wel in stand kunt houden. Want leegstand is wel verkeerd. Ja, ja. U heeft wat is een romantisch hart wat hier spreekt. Was dat ook in de jaren 80 al uw hart? Dat u zegt, ja, die jongens, want u heeft op een gegeven moment met tanks bent u de stad in gereden. Laten we dat niet vergeten. Had u altijd wel het gevoel, die jongens, er zit ook wel wat in. Het heeft wel een tijd geduurd. Je moet wel wat ouder worden om zo te kunnen denken. Om een beetje te relativeren, want in die tijd hebben we natuurlijk veldslagen gehad. Daar stelt de huidige situatie stelt er nog niks bij voor. Nou, ik ben niet veel vergeten, want ik was in die tijd ook geen kraker, maar wel student in Amsterdam. Dus ik heb veel meegemaakt. Maar booby traps, echt levensbedreigende trucjes uithalen, dat als de agent binnenkomt dat hij ze op zijn kop krijgt, of nog erger, was dat toen ook aan de orde van de dag? Nee, dat gebeurde niet. Maar de veldslagen die we op straat hebben gehad, met duizenden demonstranten. Kijk eens naar de Kroning. Ja. Geen woning, geen Kroning. Zeker. Kijk eens naar de Vondelstraat, met de tanks in de stad. Dat is natuurlijk, in vergelijking met wat er nu gebeurt, buiten is dat nu nog een spelletje. Ja. Dat is een speeltuin. Een rare vraag misschien, meneer Van Riessen. U hebt het overigens al die prachtige avonturen in dit boek opgeschreven, niet zo lang geleden verschenen, ook de Vondelstraat. Was dat nou gek genoeg ook een hoogtepunt? Dat die stad stil lag, dat die tanks die van Baarlestraat inkomen rijden, dat je denkt, waar leef ik? Nou, maakt u hard een sprongetje toe? Ja, wel, ja, een sprongetje. Ja. Kijk, wat er gebeurd is, dat 4 dagen lang, dacht ik, de Vondelstraat, de Vondelbrug, gewoon een soort anarchie is, waar de overheid het gezag weg is, niet meer bestaat, en het volk gewoon daar op een gegeven moment gaat over de straat. Dat was wel heel gezellig, hoor. Ik heb, ondanks dat ik wel bij de ontruiming ben geweest, een dag later, heb ik er ook rondgelopen gewoon. En dat was heel gezellig. Iedereen vond het heel plezierig. Maar de politie en de overheid was weg. Men vond dat zo gevaarlijk, en dat was ook wel zo, dat tanks de stad in moesten komen om dat weer om die barricades te slechten. Het leek wel 1945, toen de tanks over de Bellagebrug kwamen, en nu weer. Heeft u dat eigenlijk, ja sorry, we gaan het even over uw carrière hebben, en dan gaan we weer terug naar de huidige kraken. Heeft u het wel eens een zwaktebod gevonden dat het zo ver moest komen? Dacht u niet van Riessen, hier had ik beter en eerder in moeten grijpen, zeg. Wat een zootje. Nee, kijk, dan moet je het in de context van toen plaatsen. Er is een periode geweest van anarchie in Amsterdam. Dat is eigenlijk een afschuwelijke ontwikkeling. Want dat zijn jarenlang waarvan ik vind, daar heb ik in het boek ook over geschreven, dat eigenlijk de overheid, de gemeente en allen die erover moeten gaan, er niet meer over gaan, niet meer bepaalt wat er gebeurt. Er waren wijken waar de krakers bepaalden wie er in een woning kwam. Moet je je voorstellen. Dus niet herhuisvesting of wat anders. Nee. Nee, krakers die zelf zeggen, Piet, jij gaat nu in dit huis, komt vrij. Of als er mensen in zitten die wij niet wensen, eruit. Nou, zo'n situatie, dat gaat wel heel ver. En ik moet zeggen, Ed van Tijn is de eerste geweest die heeft gezegd, en nou is het weer afgelopen. Dit moet afgelopen zijn. Want Amsterdam was ver heen in die tijd. Maar dan moet je wat er nu gebeurt toch een beetje truttig vinden dan eigenlijk, toch? Nou, dat ik bedoel, er is eigenlijk nog heel weinig aan de hand. Er zijn wat politieagenten die een beetje... Dat zeg ik dan ook. Het is een beetje een kinderspeeltuin, maar dat mag ik ook niet. Want zo'n booby trap is niet goed. U zei wel kinderspeeltuin, hè? Ja, maar dat is... Heeft u daar spijt van nu ook? Nee, eigenlijk nog niet. Nog niet? Nee. We houden het nog even op een kinderspeeltuin. Maar er had een agent dood kunnen zijn. Ja, dat is het dus. Dus dat is dom van die kraak. Dat moeten ze niet doen.
Want op dat moment wordt het de... Nee, maar het is zo sympathiek dat u zegt het is dom van de kraaks. Alsof u bijna al de woordvoerder namens de kraakbeweging bent geworden. U zegt, jongens, luister nou eens even naar opa. Als je dit doet, dan ben je straks buitenspel. Ja. Blijf lekker kraken, doe het op een gezonde manier. Ja. Hou je verstand erbij. Bent u eigenlijk ook voor kraken? Nou, het heeft, als het gaat tegen, tegen inderdaad de leegstand... En situaties waarin studenten en anderen heel moeilijk aan woonruimte kunnen komen. En er staan allerlei dingen leeg. Mm-hmm. Huisjesmelkers. Ja, daar is kraken toch een goed middel voor geweest... om toch even de pin op de neus te zetten dat het allemaal niet kan. Heeft u dat eens gekraakt? Nee, ik heb nooit... kinderen? Nee, ook niet. Nee, toch niet. Nee. Had u dat wel goed gevonden als ze het hadden gedaan? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar het was toen ook wel echt een hele andere tijd. Want waar we nu, wij schrikken eigenlijk als we de krant lezen... en we lezen dat er een booby-trap wordt gebruikt. Ik denk, waar geeft dit mee? Is dit een grote sociale beweging? Nee, het is een soort klein kliekje oproer. Nou, ik vind het domme jongens... Ook alleen niet domme jongens, toch? Ik bedoel, dat las ik tenminste in de krant... dat alleen mensen van buitenaf, wie volstrekt onduidelijk is wie ze zijn. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Ja. Er zijn altijd mensen van buitenaf geweest. Maar het is dus, er zijn dus voorheen, en niet dat het beter was... maar in die tijd vroeger waren er toch meer mensen bij die een beetje nadachten... die ook konden denken over slogans. Geen woning, geen kroning. Hoe bedenk je het? Geweldig, hè? Hoe bedenk je het? Het rijmt. Ik bedoel, zo simpel is het. Het is ook niet zo heel ingewikkeld. Ja, maar de krakers die dat bedachten, vond ik wel geweldig. Het is geestig om te horen. Dus u stond op, u las dat een keer... of u zag het standboek en u denkt, applaus. Applaus, ja. Echt applaus. Wat goed bedacht. Nou, dus de huidige krakers zijn een beetje domme jongens... en die moeten dus dit soort booby traps niet meer uithalen... want dan krijgen ze slaag. En dan krijgen ze wat voor waardeloze slogan hebben ze bedacht eigenlijk? Ja, ze hebben helemaal geen slogan. Ze hebben geen slogan? Nee. Ik weet wel één. Ik pleeg chemie, ik ben chemie, ik pleeg anarchie. Zou dat wat zijn voor die krakers? Dat zou kunnen. Maar u heeft een temperende toon. U lacht nog veel. Dus we hebben u ook uitgenodigd om even te peilen... want u bent weliswaar oud-hoofdcommissaris... maar u weet nog van alles en nog wat... hoe ernstig de zaak is. Het valt reuze mee, hè? Ik vind dat het nog wel reuze mee... Ja, dus behouden ze die boemetraps, valt het nog wel mee. Het is, af en toe zie ik, wat gas... of nee, gas niet eens meer, rookwolken. En er worden een paar krakers aangehouden. Maar als ik dat nou vergelijk natuurlijk met 20 jaar geleden... Heeft u wel eens besloten te schieten... Er is een moment geweest, dat was samen met mijn collega Jelle Kuiper. Mm-hmm. Dat was bij de Vondelstraat. Dat was heel wonderlijk. De tanks, daar zou je van verwachten dat die gewoon die barricades opzij schuiven. Ja. Zo werkt het niet. Als die barricades branden, dan kunnen ze er niet zo inrijden. En als er figuren met een Molotov cocktail op het balkon staan... dan is dat gevaarlijk voor tanks. Ik kon me dat niet voorstellen, hoor. Want ik denk, tanks, die zijn toch overal... Ja. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Dus er stond iemand op een balkon? Nee, de opdracht was aan Jelle Kuiper. Want die zat in het kleine gepantserde autootje. Zat hij erin? Daar zat hij erin met een paar scherpschutters. De opdracht aan hem was... als daar op het balkon iemand met een Molotov cocktail staat... dan schiet je hem eraf. Ja, moet je je voorstellen. Ik zat in de commandowagen. Dus ik riep, Hallo. Ik riep op het laatste moment Jelle, riep ik op. Hij heette Pawa, moet je voor. Pawa, dat was de oproep. Pawa 1, komt u uit voor het commandocentrum? Pawa kwam niet uit. Hij had storing. En later sprak ik Jelle. Ik zei, wat had je gedaan als hij erop had gestaan? Ik had hem eraf geschoten. Dat was, ja, maar... Dan hadden we een dode gehad, hè? Ja. Hadden we hier misschien niet zo vrolijk gezeten? Om de tanks te beschermen. Goeie oude tijd. Dus het was allemaal niet zo vrolijk natuurlijk. Nee. Maar als je dat bedenkt allemaal, dan denk je... My god, wat gebeurt er toch allemaal op een of andere manier? Dat is wel wonderlijk. Om de tanks te beschermen moet je... Maar er is niets gebeurd. Het is gelukkig niet omdat gebeurd. U geen contact had. Nou was die man er wel afgeschoten. En er is uiteindelijk niets gebeurd. Was voor niks afgeschoten. Nee, het enige wat er gebeurde... Ja. Uiteindelijk toen die... Ja, was hij er voor niks... Nou, dat weet ik niet. Ja, want er is niks gebeurd. Nee, maar dat weet je niet van tevoren. Ik neem het u niet kwalijk, maar het is wel een soort rare wetenschap achteraf. Ja, nou, daar moeten we nog eens een boom over opzetten. Laten we dat even doen. Leuk dat u er was. Oké. Okay.